niet zozeer voor jullie, maar wel voor de livestream, schijnt het. Dat ze het dan in de rest van het land weten kunnen horen. Nou, in de rest van het land allemaal welkom ook. Jullie welkom. Nou, het zal niemand ontgaan zijn dat we ons aan het voorbereiden zijn om komende zomer weer een fantastisch evenement te gaan organiseren. Maar toch leek het ons wel goed om jullie gewoon wat dieper mee te nemen in dat evenement, wat het allemaal inhoudt, wat het evenement is en wat het daaromheen allemaal betekent. Zodat als jullie er vragen over krijgen of jullie raken er in de loop van het jaar bij betrokken, dat jullie ook weten waar het over gaat. Het evenement heeft een werktitel gekregen, Oort Folly 2018. Maar inmiddels is het eigenlijk ook wel een soort titel waar we mee onderweg zijn. Al vinden ze dat bij TIG communicatief een beetje spannend. Want die zeggen, ja nee, maar we hebben een sponsor voor de EK, Beach, en we hebben een sponsor voor dit. Nou goed, ik vind het wat minder spannend, dus ik noem het hier gewoon Folly 2018. Wat is Folly 2018? Folly 2018 is een evenement dat bestaat uit onze drie Olympische disciplines. Uit een EK beachvolleybal, een wereldkampioenschap zitvolleybal en een Europees kampioenschap volleybal voor jongens onder 20 jaar. En dan zul je weten waarom willen we dat doen. Nou, los van het feit dat, ik zal eerlijk zijn, ik het best leuk vind om evenementen te organiseren. Maar het past wel heel erg goed in ons beleid. Op deze manier kunnen we onze drie Olympische disciplines met elkaar integreren. Omdat we denken dat als we die dingen op de juiste manier integreren, dat zal leiden tot sterkere verenigingen. We merken dat grote evenementen heel erg werken als aanjager van onze sport. We zien echt wel een verschil tussen wat er gebeurt in de voetbalwereld voor 2015 en na 2015. Dus evenementen helpen wel bij de groei van onze sport. En we hebben in ons beleid staan dat we heel Nederland willen laten smashen. En dat is voor de promotie van volleybal is dat heel goed. En het idee daarvan is dat iedereen in zijn leven minimaal één keer gevolleybald moet hebben. En rondom die evenementen lukt dat heel goed. Daarnaast doen we daaromheen weer allerlei side events. En die side events hebben ook een doel. Uiteindelijk moet het leiden tot meer krachtdadige, sterkere verenigingen. Daarnaast moet het leiden tot een groei en een stimuleren van volleybal. En we moeten promotie doen en kennis maken met volleybal. Nou, je snapt dat dat aansluit bij die dingen die daarboven staan. 2018 komt eraan, maar in 2019 zullen we weer het EK mannenvolleybal organiseren. En zullen we die events alweer doortrekken. En we hebben ook alweer ideeën over hoe we dat in de jaren daarna kunnen doen. Dus het is wel eigenlijk een meer structureel programma. Wat is er te zeggen over het EK beachvolleybal? Nou, jullie zien hier een schitterende foto van onze toernooidirecteur, die is in 2015 nog speler was. Marijn zal als toernooidirecteur fungeren. We gaan spelen in drie steden: Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn. Vergeleken met 2015 is Amsterdam er dus uit. Op de Dam mogen geen evenementen meer georganiseerd worden. Helemaal niks, dus zelfs wij niet. In Apeldoorn staan we net als in 2015 op de Grote Markt. In Rotterdam staan we net als in 2015 bij de SS Rotterdam. Die steden hebben er alle twee alweer heel veel zin in. Het zal een vergelijkbare setting worden, beelden zullen vergelijkbaar zijn, beleving zal hopelijk vergelijkbaar zijn. In plaats van Amsterdam hebben we Utrecht erbij gekregen. Met Utrecht zijn we heel erg bezig geweest over de locatie. Want wij wilden op het Neude en zij stelden allemaal andere dingen voor, maar die keurden wij toch echt allemaal af. Dit is logistiek wel een enorme uitdaging, maar gaat uiteindelijk wel prachtig worden. Wat misschien wel grappig is, is als je het Neude kent, ik weet niet of iedereen dat kent, maar dat staat in de zomer vol met terrassen. Nou zitten wij hartje zomer, van 14 juli tot 22 juli. Dus die horecaondernemers die waren aanvankelijk niet zo heel enthousiast dat wij daar kwamen. Dus ze gingen zich daar ernstig tegen verzetten. Maar het schijnt dat die daar een soort van illegaal staan. Die mogen daar niet staan, maar die worden gedoogd door de gemeente. Dus ze kunnen er ook ieder moment afgehaald worden. Dus de gemeente die zei, jongens, het is prachtig dat jullie dat niet willen, wij gaan dat toch doen. En ergens in november hadden wij weer een bijeenkomst. En daar was Marit bij, daar was ik bij, er waren wat mensen van dichtbij. En we hadden ons helemaal voorbereid om hele pittige discussies aan te gaan. Maar die mannen die hadden gezegd, nou ja, als het er dan toch komt, gaan we er een gigantisch feest van maken. Dus die hebben allerlei plannen van wat ze gaan doen. Die willen zeggen, nou, we hebben zelf een potje van binnenstadpromotie. Dat gaan we inzetten om de hele binnenstad EK beachvolleybal klaar te maken. We hebben subsidie aangevraagd bij de gemeente. Want die konden ze dan ook krijgen om dat nog groter te doen.
Dus het gaat waarschijnlijk een geweldig feest worden. Wat ik zelf wel, ik vind dat dan wel grappig. Dit wordt natuurlijk heel knus, want het hele stadion wordt er helemaal tussen gepropt. En de laatste locatie, finale, gaat plaatsvinden in Den Haag. Bij de Sportcampus Zuiderpark. Een drijvend stadion bouwen doen we niet bij ieder evenement. Dat doen we in 2025 pas weer, als we weer het WK organiseren. Maar nu gaan we bij de Sportcampus Den Haag gaan we het stadion bouwen. En dat doen we omdat van alle drie die disciplines de finale in Den Haag plaats gaat vinden in, dat, in die locatie. Het WK zitvolleybal. Een WK zitvolleybal is, als je dat wel eens meegemaakt hebt, dat zijn relatief kleine evenementen. We hebben in 2011 een EK gedaan in het topsportcentrum in Rotterdam. We hebben het serieus aangepakt, heel veel complimenten gekregen. Toen kreeg ik te horen, zo mooi is het nog nooit geweest. En dan ga je vragen, ja, hoe is dat dan normaal? Ja, de laatste keer was in Polen en was een sporthal gehuurd, drie velden. We sliepen in jeugdherbergen. Ze hebben laatst een EK in Duitsland moeten spelen. Toen sliepen ze zelfs in stapelbedden. Het is eigenlijk te triest voor woorden. Maar wij hebben gezegd, wij gaan het gewoon echt heel anders aanpakken. We gaan het net zo goed organiseren op het kwaliteitsniveau van alle evenementen die we doen. Maar we gaan er een speciale twist aan geven. We zijn gaan kijken naar bijzondere locaties waar we kunnen spelen. Waarbij ik eerlijk gezegd in eerste instantie zat te denken aan stationhallen, aan winkelcentra en aan theaters. Nou, die stationshallen, dat past toch niet? Die winkelcentra past eigenlijk niet. Maar die theaters, dat past absoluut wel. Nou goed, als je dan zo'n idee hebt, moet je wel even op verkenning gaan of dat allemaal past. En of dat allemaal wel kan. Dus ik ga naar Eindhoven toe, naar het Parktheater. Waar staat die? Deze. Parktheater in Eindhoven. En dan gaat die man, die gaat zich aan rondleiden. En dan wil je natuurlijk weten of er voldoende kleedkamers zijn. Nou, daar hoef je geen zorgen over te maken in een theater. Ik weet niet met hoeveel mensen daar optreden, maar dat zijn er in ieder geval een heleboel. De kleedkamers zijn alleen iets anders. Er zitten allerlei kaptafels en zo bij. Dat zijn wij niet gewend in sportaccommodaties. Maar de speelsters kunnen in ieder geval fris en fruitig het veld op. Dan vervolgens ga je kijken of de oppervlakte groot genoeg is. Nou, ik kan je vertellen, die is groot genoeg. In het Luxor Theater in Rotterdam kan je zelfs makkelijk een officiële interland spelen. Zo groot is dat. Wij zien, als je een theater ziet, dan zie je natuurlijk alleen maar het podium. En dan zie je ergens een gordijn naar beneden hangen. Maar daarachter heb je nog de backstage en de coulissen. Nou, daar kan je allemaal nog tribunes bouwen. Dat is, sommige dingen die zijn zo verschrikkelijk groot, daar sta je echt van te kijken. Dan hebben ze nog bij het zitvolleybal, hebben ze dezelfde eisen qua hoogte als bij het zaalvolleybal. Dus zo'n ding moet 10 meter hoog zijn. Nou, geen idee. Ik weet niet zoveel van theaters. Dus dan ga je daar naartoe. En dan ga je daar staan en dan zegt die man, ja nee, maar dit zijn theatertorens. Want de decorstukken moeten omhoog gehezen worden. Dus die moeten omhoog. En in het Luxor Theater is dat bijvoorbeeld 27 meter hoog. Nou, daar komen we wel mee weg. Dus, nou, dan maakte ik me heel weinig zorgen over het geluid. Dat werd wel bevestigd, dat is allemaal dik in orde. En dan wilde ik nog wat weten over licht. Dus ik zeg tegen die man van het Parktheater in Eindhoven, god, hoe zit dat dan met licht? Hij zegt, nou, loop maar even mee. Dus hij loopt naar zo'n deur. Hij doet die deur open, kijkt in zijn opslag en zegt, hoeveel wil je hebben? Dus dan ligt die hele vloer ligt allemaal vol met lichtbakken. En die hangen ze dus afhankelijk van de uitvoering, hangen ze dat op. Dus eigenlijk zijn, dat weten ze niet, maar de theaters zijn gemaakt om te sporten. Zit voor de bal perfect, maar je moet niet raar staan kijken als we hier nog een keer een officiële wedstrijd organiseren, want dat is echt te leuk om niet te doen. Het enige waar je dan nog een klein beetje zorgen over maakt, is of je vanuit de zaal wel een goed zicht hebt op het veld. Nou, één ding zullen we niet moeten doen, we zullen geen boarding neer moeten zetten aan de kant van de stoeltjes. Want daar kijken die niet overheen, maar dat is bij het WK zit voor de bal niet zo'n groot probleem. Dat krijgen we wel opgelost. Goed, waar gaan we spelen? De mannen gaan spelen in het Muses Theater in Arnhem. De vrouwen gaan daar spelen. De mannen spelen in Venlo, in het Maaspoorttheater. De mannen spelen in het Parktheater in Eindhoven. De vrouwen spelen ook de finale in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. En de mannen gaan de finale spelen in, ook in de Sportcampus Den Haag. En het wordt dus een beetje een reizend circus. Het is dus niet zo dat ze de hele tijd op dezelfde plek spelen. Maar de gedachte is dat als wij en in die theater spelen en het grote aanpak en goed samenwerken met die steden, krijgen we dat wel twee keer vol in zo'n stad.
zes dagen op een rij die zaal uitverkocht krijgen of vol krijgen, dat, ik geloof niet dat dat ons lukt. Maar als we twee dagen de gemeente Arnhem gek maken en de provincie Gelderland en zeggen, joh, dat moet hier vol zitten, dan denk ik dat we een heel eind komen en dan krijg je dus gewoon hele mooie plaatjes. Plus het feit dat in een topsporthal kan snel 2.500 man. En het grootste theater is deze en daar kan 1.300 man in. Dus daar zitten er 700 of zo. Dus, maar dan ziet het er wel gewoon geweldig uit. Dus ik denk dat dat een mooi feestje gaat worden. Jullie hebben dat nooit iemand zo lang horen praten over zich, vond ik wel. Hè? Het EK jongensvolleybal, dat gaan we spelen in Ede. Daar wordt een nieuwe topsporthal gebouwd, wordt 26 mei geopend, als het goed is, met een interland van onze heren. Er staat hier Antwerpen, maar de Belgen hebben besloten dat het Kortrijk wordt. Waarom met de Belgen? Je hebt twee pools van zes en één pool zit Nederland en één pool zit Nederland niet. Nou ja, daar komt geen kip op af. Dus die hebben we aan de Belgen uitbesteed. En ook hier gaan de finales, je ziet een wat oudere foto. Waar het nog in aanbouw is, die gaan ook naar de sportcampus Zuiderpark. En ik denk dat het voor de jongens, voor onze talenten, handig is dat we dit soort evenementen organiseren. We hebben net de EK meisjes gehad, we hebben nu een EK jongens. We hebben de CEV laten weten dat we interesse hebben in meer van dit soort dingen. Dit zijn niet grote publieksevenementen, maar voor de talentontwikkeling en voor de ervaring die die spelers en speelsters opdoen, is dat hartstikke interessant. Dit is het schema. Dat betekent eigenlijk dat we beginnen op 14 juli met de jongens. Zitvoetbal zullen we waarschijnlijk in tegenstelling tot wat hier staat op zondag 15 juli beginnen. De bedoeling is dan een opening te doen in Venlo en een opening in Arnhem. Dat worden met name met lokale dingen. En op de zondag 15 juli zullen we in Apeldoorn de grote opening doen van het EK beachvoetbal. Daarover zijn op dit moment gesprekken aan de gang met de verschillende gemeentes. Om te zorgen dat dat een mooi feestje wordt. Ik zal zorgen dat jullie allemaal die presentatie krijgen, dus dan kan je alles nog terugzoeken. Entertainment. Nou, deze slide zit erin voor mensen die onze evenementen nog nooit gezien hebben. Ik denk dat ik jullie daar weinig over hoef te vertellen. Ik begrijp dat de dansmariekes er niet bij zullen zijn deze keer. Ja, ben je een van die leuke mannen? Het zou kunnen. Dat is, hier bemoei ik me eerlijk gezegd niet zo van mee. Spike zal er wel bij zijn. Ik begreep dat er een mini Spike gaat komen. Maar mijn dochter heel graag in het pak wil, maar ja, die is inmiddels te groot. Ja goed, dit is bekend. Media. Ja, het is toch de bedoeling dat het weer een evenement is wat ons echt serieus op de kaart gaat zetten. En dat lijkt wel heel serieus te gaan lukken. Want er zal dagelijks, zal live op de NOS, zal er één wedstrijd van het EK beachvoetbal live uitgezonden worden. Dat zal net als in 2015, zal het programma om 19:30 beginnen. Van 19:30 tot 21:00, anderhalf uur. Wat zal de NOS doen? Eén wedstrijd live. En daarnaast hebben ze in iedere speelstad van het EK beachvoetbal hebben ze een camerateam. Die daar dus flits opneemt, zodat ze er een totaalprogramma van maken. Met ook weer mensen erbij achter een, hoe noem je dat? Dat is tegenwoordig normaal bij zo'n programma van de NOS. Daar zitten er een paar mensen te... Commentator, nee, maar gewoon ook een anchorman. Ja, goed. Jullie snappen wat ik bedoel. Ik leg het heel slecht uit, maar ik weet zeker dat jullie snappen wat ik bedoel. Sidekick, ja. Daarnaast zullen ze ook flitsen van het WK zitvoetbal oppakken en ik denk dat ze ook wel iets van het NK jongensvoetbal zullen doen. Er is een Slam FM is een radiopartner en we zijn op dit moment in gesprek. Vrijdag hebben we uitgebreid gesproken over de communicatie NK beachvoetbal om te kijken naar andere mogelijke mediapartners en daar zitten we met name aan print, dan moet je aan kranten en dergelijke denken. Dus het wordt weer echt een groot mediamoment. Side events. Nou, dit had ik door Leanne willen laten vertellen, maar die... Heel veel stemmen. Sorry, ik ga het dus dat is jammer is dat ik dan weer verder moet praten. Heel veel kennen jullie. We gaan weer veel clinics doen. Die gaan we, maar hier staat duidelijk bij voor en na volley 218. Want een van de evaluatiepunten van het WK en het EK in 2015 was... Dat de mensen die clinics gaven, die zeiden, joh, na het evenement staat de jeugd er toch meer voor open. Dan zijn ze geïnspireerd en dan worden ze sneller enthousiast van clinics volleybal. Daarnaast gaan we verder met toppers on tour, oud topspelers.
die clubs bezoeken. De Jordan Volleyballbus, daar zijn inmiddels is een nieuwe versie van. Maar daar kon ik nog geen goede foto van vinden. Back to school zijn we weer mee bezig. Dus alle internationals gaan of naar een school waar ze zelf opgezeten hebben, of naar een school in de buurt van waar een evenement plaatsvindt. Het Watch Your Talent project wat we vorig jaar gedaan hebben, waarin we scholen ingaan en waar gewoon we talent, met name jongens, gaan zoeken. En we zijn bezig de voetbalspeeltuin te ontwikkelen. En ook heel nadrukkelijk hebben we er nu kaderontwikkelingen meegenomen, omdat kaderontwikkeling extreem belangrijk is voor het versterken van de clubs. Dan heb je side events in de speelsteden. Ja, Dorien is hier niet in, dat is jammer, want die zou heel veel meer kunnen vertellen over Den Haag. We gaan weer een heel groot toernooi organiseren, doel is 200 velden of meer op het strand. Bij de sportcampus zal een voetbalfestival plaatsvinden, maar er zijn heel veel dingen ontwikkeld. En ik weet het detail. Weet jij wat er nog meer gebeurt in Den Haag? We zijn met heel veel dingen bezig met de Ooievaarspas, om daar weer mensen te combineren. Ze zijn, Ooievaarspas is voor de minder bedeelden. Ja. Bezig op de veldjes om daar urban volleybal te organiseren. Dus op alle pleintjes en alle Johan Cruijffkoorts enzovoort. Ze zijn aan het kijken of dat ze iets in het Beach Stadium kunnen doen met een groot scherm. Ja, of dat ze daar iedereen heen kunnen halen. Of dat ze dus iets in het Beach Stadium kunnen doen. Ze zijn, even kijken hoor. Ja, ze zijn nog heel erg veel dingen ook aan het ontwikkelen waarvan de vraag is van ja, wat is echt exact een side event? Ze zijn ook aan het kijken of dat ze nog een andere zitvolleybaltak op kunnen zetten en of dat ze iets met de studentenvereniging kunnen doen. Dus ze zijn ook echt aan het kijken van oké, wat zijn de haakjes vanuit de gemeente en hoe kunnen we die doelstellingen bereiken door middel van Volley 218. En het zijn dus ook wel duidelijk dingen die dus voor gewoon een wat langere legacy achter moeten laten als het goed is. Utrecht, ik heb deze presentatie een tijdje geleden gemaakt, dus de bedoeling dat er op het Neude al een paar weken van tevoren een beachveld komt te liggen. Het is de bedoeling dat er hier in Papendorp, daar naast Ilion X, dat we daar velden leggen waar we allerlei partijen mee gaan enthousiasmeren. Er is afgelopen donderdag groot overleg geweest tussen alle clubs. En één ding wat eruit gekomen is, is dat ze op 15 juli op alle beachvelden in en om Utrecht één heel groot toernooi willen organiseren. En dan kijk ik verder naar Marjolein. Heb jij nog updates gekregen? Marjolein werd... Maar goed... Maar ze zijn verder bezig met allerlei spectaculaire activiteiten om aandacht te trekken. En ja, de bedoeling is dat het centrum van de stad heel erg uitgebreid wordt. Apeldoorn, Rotterdam is allemaal aan de gang, maar ik weet de details op dit moment niet. Paul is in Rotterdam bezig, Jeroen is in Apeldoorn bezig. Maar dat zal heel erg veel gaan lijken op wat er in 2015 gebeurd is. En deze is wel leuk. We zijn mondeling akkoord met de Rabobank. Het contract, de eerste versie van het contract ligt eigenlijk al klaar. Dat hoeft op zich allemaal nog niet naar buiten toe, want we zullen dat ergens in maart, denk ik, groot bekend gaan maken. Zij gaan het EK sponsoren, maar ze gaan ook voor een heel serieus deel het EK beachvolleybal, of sorry, de side event sponsoren. En één ding daaruit is eigenlijk wat ze vorig jaar bij de EK hockey hebben gedaan. Dan gaan ze clubs uitnodigen om met 50 man daar naartoe te komen. Er wordt apart vak voor de clubs gemaakt. Die mensen worden met een bus opgehaald. En dat gaan we dus bij de EK beachvolleybal ook doen. Dus dat zullen we en bij onze clubs heel goed uit moeten zetten. Die zullen dat denk ik via de lokale Rabobanken moeten regelen. Maar dat weet ik niet precies. Mm-hmm. En het idee is ook dat dat hetzelfde gaat gebeuren voor dat hele grote beachvolleybaltoernooi. Dat clubs daar met 50 man... aan mee kunnen doen, dat ze ook weer met de bus opgehaald worden en dat ze dan dus actief gaan sporten op het strand. En dit vind ik, ik ben wel heel blij dat dit gelukt is, want het is leuk dat daar ergens een logo staat. Maar op deze manier kunnen we denk ik onze clubs er heel leuk bij betrekken en hopelijk verder enthousiasmeren. Guido, ik geef het aan jou. En nu zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen heel hard bezig om dit een heel groot succes te laten zijn. Ik bedoel, Arnold met zijn jongens. In Den Haag zijn natuurlijk Gijs en Richard heel hard bezig met de teams om optimaal te presteren. Hans en Pim zijn vol gas bezig. Tig is bezig. Natuurlijk zijn Mak en Martje zijn er allemaal mee bezig. Michel voor alle side events met Leon en alle account managers. Er komen in de steden ambassadeurs.
En dan kunnen we allemaal naar kijken. En dan op bezoek gaan. Maar net sinds 2015 is het echt de bedoeling dat we dat met elkaar doen. Dus dat we vooral samen ook ons eigenaar voelen van al die verschillende events die door heel Nederland gaan plaatsvinden. Nou, en een van de manieren waarop we dat willen gaan doen is door in ieder geval ervoor te zorgen dat jullie 5 dagen, hoef je geen verlof op te nemen of iets dergelijks, maar gewoon binnen je reguliere werktijd aan de slag kan op het toernooi. En dat is in 2015 ook heel goed bevallen. Mensen vonden dat ook super leuk om op die manier ook onderdeel te zijn van het event. We moeten wel even goed kijken van wat is de timing nou. Het is ergens, het is natuurlijk vanaf 15 tot 22 juli. Competitiecollega's zullen ongetwijfeld al vol in de herindelingen en de aanwijzingen zitten voor het nieuwe seizoen. Maar samen overleg met je collega's en natuurlijk met je manager moeten we daar met z'n allen uit kunnen komen natuurlijk. Dus het is vooral echt een uitnodiging om je ook onderdeel te voelen van alle events die we gaan doen. Dus maak daar alsjeblieft gebruik van. En hier zien jullie eigenlijk een overzichtje van wat er allemaal moet gaan gebeuren. Ongelooflijk veel natuurlijk. Deze slides krijgen jullie ook naar jullie toegestuurd. Dus op de volgende slides zijn namelijk een aantal uitleggen en een lichter profiel schetsen. Lees dat rustig door, denk even na, stem je vakantie er vooral op af. En als jullie er dan ook voor zorgen dat het ongelooflijk mooi weer wordt. Net als in 2015. Zo dan wel lekker zijn. Dus tot zover. Het aanmelden gaat vervolgens via eventmakers. Die stemmen dan weer met PIG af hoe wat. Maar meld vooral dus inderdaad eventjes dat je collega bent. Je kunt er zeker ook rekening mee houden. Ja, en het wordt echt weer heel tof wat we gaan doen. Ik zei het enige wat we niet, tenminste voor zover ik weet, niet echt invloed op kunnen uitoefenen, is het weer. Maar alle andere signalen staan eigenlijk heel erg op groen en weer om waanzinnig. Nee? We spelen gewoon binnen. Zwaar. En dan nou gaan we met z'n allen weer kijken als het geloof ik is. Dus het wordt weer mooi en onvergetelijk. Dus tof. Nou, de laatste slide. Hebben jullie klaar? Misschien nog wel even om iets over maatschappelijk partnership te vertellen. Nou, kom maar. We hebben met Bas van de Goor Foundation en Johan Cruijff Foundation een maatschappelijk partnership richting Volley 2018. En om dat een beetje op een leuke manier vorm te geven, hebben we gezegd van nou, we willen heel graag een plein 14 bij elkaar gaan sparen voor de ouders van de basisschool van Bas van de Goor. We hebben dat eerder dit jaar gedaan ook voor de oude basisschool van Jasper Dievenbach in Dordrecht. En eigenlijk dus analoog daaraan zeiden van, nou, ik vind het nu heel tof om dat met Bas van de Goor te doen. En om eigenlijk ook die driehoeken daarin te vinden. Plein 14 is eigenlijk op een school dat ze op het plein allerlei coatings gaan aanleggen. Zodat het ook aantrekkelijk wordt voor kinderen bij het buitenspelen om verschillende sporthoeken te kunnen doen. En er zijn ook coatings die heel geschikt zijn voor volleybal. Dus we kijken dan natuurlijk ook even dat die volleybalcoatings dan wel op die school komen te liggen. We gaan dat bij elkaar sparen door op de, bij de verkoop van de tickets de donatiemodule weer erop te zetten, net als afgelopen jaar. Dus mensen die een ticket kopen, die krijgen altijd de vraag van wil je meedoen in de, en een beetje geld doneren voor het plein 14? En dan kunnen ze zelf het bedrag kiezen. Nou, enzovoort, wordt dat gelijk meegenomen bij het afrekenen. Daarnaast gaat ook de school zelf gaat een aantal acties doen om dat geld bij elkaar te sparen. En gaan we kijken op welke manier kunnen we dat bij elkaar gaan krijgen, zodat het er gaat komen. Dank u. Nog iemand die wat wil vertellen of iemand die nog een vraag heeft? Vraag aan Arnold. Hoe kijken de jongens ernaar? Oh, die hebben dit hele seizoen onderlopen. Die zijn wel druk in het hoofd met dit. Ja? Ja. En dat andere dingen, maar deze, is al, die staat al ruim in de agenda. Ja, dus ik ga kijken van de man of 18 hoeveel ik selecteer, wie. En gaan spelen daar. Hartstikke leuk, echt leuk. Nou, dat wordt best spannend, want die jongens hebben natuurlijk gezien hoe bij dat EK Meisjes het in elkaar zat. Ja. Het enige is dat we nu natuurlijk gewoon wel, met name qua publiek, concurrentie van elkaar gaan hebben. Dus we hebben heel veel evenementen. We hebben bijvoorbeeld in het begin zitten we in Ede, zitten we in Arnhem en in Apeldoorn. En ja, die mensen zullen zich toch gaan verdelen. We weten dat mensen bereid zijn om op een bepaalde afstand te rijden. Aan de andere kant gaan we ook wel serieus met Ede aan de slag om te zorgen dat er gewoon voldoende volk is.
En die jongens gaan natuurlijk zelf iedereen optrommelen die maar op te trommelen valt. Veel geld gekund zijn. Ja, zeker. Niemand? Dan dank ik jullie zeer. Wij zullen zorgen dat je de presentatie krijgt. De link rondsturen en ga eens kijken wat je zelf wil. En hoe je mee kan doen. En het is voor ons wel belangrijk dat we gewoon met z'n allen betrokken zijn. Dat hebben we in het verleden heel erg goed gedaan. Ik weet dat toen de EK atletiek was, was een van de klachten. Dat er stond, die had een stichting gemaakt om dat evenement te organiseren. Die stond volledig los, formeel, van de atletiekunie. En vervolgens hadden de mensen die het evenement organiseerden het gevoel dat de bond helemaal niet betrokken was. En wij vinden juist mega belangrijk dat de bond enorm betrokken is. Want wij zijn de allerbelangrijkste en eerste promotors, zeg maar, van onze sport. En van die evenementen. Dus als wij niet betrokken zijn, ja, wie moet het dan wel zijn? Dus ik zou zeggen, meld je vol enthousiasme aan. Maar dan maak ik me eigenlijk nul zorgen over. Dank je. Dank je wel.